Arnhemse burgemeester Pauline Krikke nam het eerste exemplaar in ontvangst van 40 jaar passie voor dans. Dit jubileumboek verschijnt in het kader van de 40ste verjaardag van Introdans. De overhandiging van het boek vond plaats bij de drukker bij HPC. Ja, het boek is natuurlijk voornamelijk bedoeld als naslagwerk over de geschiedenis van Introdans. We hebben het altijd erg belangrijk gevonden van het begin af aan om gewoon alles wat er gebeurd is binnen de ontwikkelingen van Introdans. En dat is dus niet alleen de artistieke ontwikkelingen, maar ook de financiële ontwikkelingen, de aandacht van pers en de overheden. Om die gewoon vast te leggen, omdat dat vinden wij dat het belangrijk is dat het bewaard blijft. HPC houdt van feestjes vieren, ben ik tot de conclusie gekomen. En toen kwam dus het 40-jarig jubileum. En toen hadden we Ton en ik een behoorlijke wensenlijst. Waaronder een prachtig magazine, wat jullie zo mooi gemaakt hebben. En waaronder een jubileumboek. En Evert had niet in de vergadering Ton en mij zien hoe dat er allemaal uitkwam te zien. En wij riepen, volgens mij wordt het te groot, dan kunnen we het helemaal niet betalen. Ga maar weer terug, vraag maar of het ook allemaal wat minder en wat simpeler kan. Want het is gewoon te groot. Ik zei even, ja, ze willen niet luisteren, ze willen er iets moois van maken. Nou, dat het heel mooi is geworden, dat hebben Ton en ik al een beetje kunnen zien. Maar nog niet het officiële exemplaar. Daarom zijn we hier vandaag. En, dan mag ik graag. Ik mag jou geven, John. Ik mag nou ook nog wat zeggen, dat is leuk. Van ons uit zijn we altijd heel blij geweest. Zeg maar met de relatie. En 40 jaar passie voor dans, dat heb ik ervaren als meer dan alleen maar passie voor dans. En vooral zeg maar het laatste jaar, het jubileumjaar, hebben we toch heel veel mooie producties mogen maken. Het jubileum magazine, wat uiteindelijk een beetje als boek ervaren wordt door het publiek, is natuurlijk geweldig mooi. Nu op dit moment de expositie die in de binnenstad van Arnhem is. Ja, vind ik natuurlijk heel erg leuk dat ik ook daar mijn steentje bij mogen bijdragen om de productie van al die beelden te mogen maken. Ja, en dan nu het boek 40 jaar passie voor dans. En die mag ik gaan overhandigen aan u. Maar als u er nou doorheen bladert als u op kantoor zit, dan wil ik ook vragen of u toch een beetje naar de kwaliteit van het boek wil kijken. Want dan zult u zien dat u niet alleen een dansgezelschap heeft, maar ook nog een heel mooi grafisch bedrijf binnen de gemeente Grenzen heeft. Ik wil hem bij deze overhandigen. Dank heel wel. Veel leesplezier. Dank u wel. Ik wens. Dank u wel. Introdans 40 jaar. Dat is vooral geen sinecure. Want een dansgezelschap in de lucht houden met alles wat daarbij hoort, is verschrikkelijk moeilijk en verdient ontzettend veel respect. Maar verdient ook dat het wel goed in de boeken bijgeschreven wordt. Want het zou jammer zijn als je geen tastbare dingen hebt over 40 jaar introdans. En dans heeft iets heel vluchtigs, hè, want als het gedaan is, is het weg. En dat goed neergelegd in een boek, daar ben ik ontzettend blij mee. Zal straks blijken bij het 50-jarig bestaan dat er nog heel veel in de boeken geschreven zou moeten worden. Dan hoop ik dat jullie daar weer bij betrokken zijn. Doen we gewoon hetzelfde nog. Dan nemen we het 40-jarig jubileum mee in het boek van het 50-jarig jubileum. En dan hoop ik, en weet ik zeker, dat jullie hier nog altijd zijn. En dat de kwaliteit van het drukwerk nog steeds precies net zo goed is. Dank jullie wel. We hadden het boek dus al klaar tot en met 30 jaar. En we hebben dus hier bij HPC heeft daar dus gevraagd of zij de laatste 10 jaar wilden gaan toevoegen. En toen hebben ze dus aan de hand van het oude boek gezegd, we kunnen beter dat gewoon in 4 hoofdstukken gaan maken. Dus het is 4 hoofdstukken geschiedenis geworden. Als we eens even introdans met 40 jaar geleden vergelijken met nu. Wat kunt u zeggen dat nou de grote verandering is? Nou, ik denk dat de allergrootste verandering is natuurlijk geweest dat er vanaf het ontstaan in 1971, na kleine 10 jaar, dat er geld van de overheid kwam om gewoon goed beleid te maken en ook een gezelschap te laten groeien. De eerste jaren hadden we allemaal gewoon, het waren met z'n vieren, hadden we er gewoon werk naast, zoals dat heette. Maar goed, dat werkte soms natuurlijk gewoon weer belemmerend. Want je had niet altijd de dansers de hele dag paraat. Dus op dat moment, na zo'n kleine 10 jaar, kwam er wat geld vrij. En daardoor kun je dus gewoon ook
aan de ontwikkeling beginnen. Kijk, jongelui, dit is nou het boek. We hebben wat gemaakt uiteindelijk. Ja. Je ziet ze ook niet ouder worden, dat is ook goed. Nee, dat is wel heel bijzonder. Hè? Nee, maar daar heb je middelen voor. Photoshop heet het volgens mij. Ja, zoiets, ja. Ja, we zijn er ontzettend blij mee en het ziet er ook prachtig uit. Niet alleen het boek, maar ook het magazine. En nou, het boek dat is nu pas uit, dus de reacties erop kunnen we pas vanaf morgen zeg maar verwachten. Maar de reacties over het magazine die zijn gewoon vanuit het hele land. Krijgen we dat ook toegestuurd, hoe bijzonder dat eruit ziet. Buiten het boek, ook nog een mooie roze bloem.